Wat zijn de argumenten voor het toeval? Hoe is het leven bijvoorbeeld ontstaan? Wat is de meest aannemelijke theorie daarover? Nou, laat ik allereerst vooropstellen dat de moeilijkste stap om te verklaren is het ontstaan van het leven. Ja. Kijk, vanaf het moment dat je een zelfreplicerende eenheid hebt, ja, dus al is het maar een paar genen, mm-hmm, die zichzelf kunnen vermenigvuldigen, dan kan de natuurlijke selectie daarop aangrijpen. En dan is het werkelijk niet moeilijk om uit te leggen hoe er iets zo verfijnds als de mens kan ontstaan. Dus af en toe, in zoveel miljoen je jaar. Je hebt megatijd, hele lange tijd. En zelfs Charles Darwin gebruikte al het voorbeeld van het fokken van huisdieren. Ja, en renpaarden uit gewone knollen en sportduiven uit. En je ziet dat ook, dat proces gaat ook door. Dus in feite is dat ook genetische manipulatie waar we al hele trage genetische manipulatie zijn. Daarom klopt het argument van naïeve tegenstanders van de evolutiegedachte, namelijk zoiets moois kan toch niet door toeval zijn ontstaan. Dat argument klopt niet, omdat het ook niet toeval alleen is. Kijk, als jij een bak met letters neemt en je schudt heel hard, hoe groot is dan de kans dat daar op een gegeven moment de Hamlet van Shakespeare komt te liggen? Ja. Die kans is nul. Ja. Maar als je elke keer dat je een goede combinatie hebt, als je die dan vasthoudt, En dan weer doorschudt tot je de volgende. Dan is die kans niet nul. Ja. Dan is de kwestie van een paar uurtjes schudden en dan ben je er. Ja. Dus de verklaring van het feit dat er in evolutie zoiets moois kan ontstaan als het leven zoals we dat nu kennen, zit hem in de natuurlijke selectie. Het is niet alleen toeval, het is ook natuurlijke selectie. Ja, en de natuurlijke selectie, dat houdt dan in alles wat het beter doet, overleeft. Ja. Ja. En vervangt iets anders. Ja, en die natuurlijke selectie die heeft eigenlijk maar één voorwaarde. Dat is dat het mogelijk is om door enkele mutaties, soms een combinatie van een paar mutaties, een gradueel verschil te maken tussen de vorige levensvorm en de nieuwe, waarbij elke nieuwe stap wel een voordeel moet opleveren. Dus dat is het enige. De evolutie is, als je dat spel ziet, de spelregel is, je kunt niet even omlaag gaan in kwaliteit. Nee. Je kunt niet zeggen, laat ik maar vast een oog hebben en die oogzenuw zien we later wel. Want als het oog niet via een oogzenuw aan de hersens is gekloppeld, dan is het overbodig. Nou, dat is ook een klassiek argument om te zeggen, leg nou eens uit hoe zo'n oog ontstaat. Want je hebt niks aan een oog als je geen oogzenuw hebt en geen optisch gedeelte in je hersenen. En daar heeft bijvoorbeeld de Engelse bioloog Richard Dawkins mooie boeken over geschreven, waarin je dat keurig kan teruglezen. Bijvoorbeeld het oog, hoe er dus eerst een lichtgevoelige plek in de hersens ontstond, die geleidelijk aan het uitstulpte, toen naar de oppervlakte van de schedel. En zo ontstaat het ook bij een foetus nog steeds, ja, min of meer. Ja, dat is overigens ook, ja, dat is waar. Dat is een hele gedachte dat de ontologie recapituleert de filogenie. Dus het ontstaan in de baarmoeder is een soort herhaling van wat er in de evolutie gebeurt. Er zitten wel elementen in. Ik denk dat het in zijn algemeenheid een beetje een primitieve, als ik het mag zeggen, 19e-eeuwse gedachte is. En dan zeggen ze, ja, in de baarmoeder zit je ook in de oersoep. Nou, oké. Nee. Dat is een beetje mystiek denken, magisch denken. Dus daar wil ik niet te ver in meegaan. Dan ga je weer naar het ietsisme. Nou, dat weet ik niet. Maar het is magisch denken. Want er is geen reden voor waarom de ontwikkeling precies hetzelfde zou moeten lopen als de evolutie. Nee. Nee, maar als je een foetus ziet of een paar stadia, dan kan je wel iets van. Ja. Hè, dat, ook zoogdieren in het algemeen. Ja, nou, dat is wel iets anders. Dat mensen die last hebben om te geloven dat een beest met van die veren en zo'n slang en een mens, dat die allemaal dezelfde voorouders hebben. Als je die de embryo's ervan laat zien, dan zie je dat heel vroeg in het embryo's eigenlijk bijna identiek zijn. En dat maakt het voor sommige mensen, zeker een eeuw geleden, God, dat maakte het voor mensen wel gemakkelijker. Om te zeggen, ja, als je naar het, wat de Duitsers dan noemen, het bouwplan, Duits woord, wat over is gebleven in Engelse literatuur, het bouwplan, dat is toch bij al die dieren hetzelfde. En dat laat wel zien dat ze uiteindelijk toch dezelfde wortels hebben. En dus in die zin zou het wel weer helpen als we allemaal stopflessen met foetussen op sterk water op scholen weer zouden neerzetten. Te herinneren aan wie we zijn. Dit is een slang, dit is een. Ja, misschien wel, ja. Ja. Onze gemeenschappelijke voorouders. Ja. Ja. En het principe van de natuurlijke selectie, dat is dus gewoon een blind gebeuren. Ja. Dat is een niets ontziend en blind gebeuren. Dus alles wat voordeel oplevert, overleeft. Ja. Ja, je moet wel oppassen dat je dat niet al te primitief interpreteert. Dus kort na de opkomst van Darwinisme had je natuurlijk mensen die dachten dat bloeddorst, hè, red in tooth and claw, was zo'n citaat, dus rood van bloed en van tand en klauw. Omdat men dus naar een heel primitief sociaal Darwinisme ook ging en dacht dat altijd de meest agressieve levensvorm dus zou overleven in de struggle for life. En dat is primitief denken. Ja. Want voor een sociaal levend wezen zoals de mens is natuurlijk alleen maar zo agressief mogelijk zijn helemaal niet de beste manier om te overleven. Nee, dan
hak je iedereen in mootjes. In mootjes. En je moet samenwerken, je moet een groep vormen, je moet betrouwbaar zijn. Je moet goed voor je kinderen zorgen, maar je moet ook goed voor je buren zijn. En je hoopt dat je buren goed voor jouw kinderen zijn. En met die globalisering is het al helemaal niet meer aan de orde om alles in stammen onder te verdelen. Nee, maar dat is natuurlijk omgekeerd denken. Ik bedoel, we zijn zoals we zijn door de evolutie, zoals die tot hiertoe heeft de evolutie ons gebracht. Ja. En daar moeten we het nu mee doen. Dus als we daar last van zouden hebben in de nieuwe situatie waarin de wereld is, dan moeten we daarmee leven. Ja. Dus ik denk dat, op zichzelf ben ik wel optimist. Ik denk dat de eigenschappen die de evolutie ons gegeven heeft, de reden en de relativeringsvermogen, misschien een beetje humor soms, een beetje verplaatsen in anderen. Allemaal eigenschappen die je bij ongelovigen volgens mij minstens zoveel tegenkomt als bij gelovigen overigens. Dat eigenschappen zijn die maken dat we ook in een grotere wereld, globaliserende wereld. Gaan leven. Ja, en het daar misschien ook wel redden. Ja. En dat we dus juist die eigenschappen van het fanatieke vasthouden aan het eigen gelijk en het eigen geloof en denken dat jij de waarheid in pacht hebt en anderen niet. En dat je bovendien het recht hebt om met geweld anderen die waarheid op te leggen. Dat hetgeen is waar het meeste problemen mee zullen houden in de komende eeuwen. En dat het uiteindelijk dan misschien ook gaat afleggen. Nou, dat weet ik niet. Nee, het is dus helemaal niet zeker. Nee, maar dat als het misloopt, dat het meer misloopt door dat soort opvattingen. Ja. Door de op dit moment vinden die opvattingen opgeld. Dus je ziet dat op dit moment toch wel wild om zich heen grijpen eigenlijk. Maar dat kan niet gezien worden als een soort laatste stuiptrekking en dat daarna dan alles gladjes globaliserend gaat verlopen. Ja, ik heb geen glazen bol. Nee. Ik hoop dat het fanatisme van de kruistochten, wat toch ook wel voor een deel zat in het ingrijpen in het Midden-Oosten. Maar wat ook zit in bijvoorbeeld de Israël-Palestina-kwestie. Dat op een gegeven moment verdwijnt, dat fanatisme. Ja. En dat we dan zeggen, jongens, we zitten hier nou eenmaal op de aarde met z'n allen. Ja. Laten we een beetje proberen elkaar te laten leven. Ja, wees blij dat het leven geen zin heeft. Laten we er wat van maken. Ja, van mij. Ik ben daar dus iets in die zin wat milder in geworden. Dat ik denk, nou ja, van mij mag je ook denken dat het leven wel zin heeft, maar accepteer alsjeblieft dat een ander een andere zin ziet of misschien geen zin. Maar houd het een klein beetje. Dus ik heb vroeger altijd erg lopen het ietsisme belachelijk lopen maken. Ik denk nu met bijvoorbeeld de moslims die voor een deel bereid zijn om hun leven te geven om later met 20 hoeries in het hiernamaals te leven. 70. Ja, dus die kunnen wel wat ietsisme gebruiken. Denk ik, ja, laten we misschien maar blij zijn met het ietsisme. Laten we alsjeblieft. Ook, dus ik ben ook erg tegen die mensen die moslims zeggen van je bent of moslim of je bent het niet. En als je echt een moslim bent, dan geloof je dit allemaal. Dat is wat Philips en anderen nog wel aanhangen. Dus in die zin heb ik wel een slag gedraaid. Dat wil ik best toegeven. Ik zeg, jongens, wees alsjeblieft ietsist. Dus dat is eigenlijk al een stap beter. Ja, dus het is eigenlijk het weg-evolueren van het geloof. Ja, kijk, dat praten over het ietsisme en zeggen, god, dat geeft mij maar de orthodoxie, wat ik altijd heb gezegd over orthodoxe christenen. Dat doe je natuurlijk vanuit een situatie dat je zeker weet dat ook de SGP niet meer met bommen gaat gooien. Nee. Dus dan kun je zeggen, nou ja, dan heb ik toch eigenlijk liever de eerlijkheid van de orthodoxie. Ja, maar nu niet meer. Nee, ik denk, laten we een beetje praktisch wezen. En laten we accepteren dat zoals de Nederlandse christenen ietsist zijn geworden. En dus zeggen van, nou ja, we relativeren het allemaal een beetje. En zo hard geloven het ook niet. En in de Bijbel staan ook een hoop dingen die je in hun context moet zien. En in de Bijbel staat dat homo's ter dood gebracht moeten worden. Het staat erin. Ja, staat er heel duidelijk in. Dat heb ik vaak opgezocht. Ik geloof Leviticus 18. Maar zolang ze het niet zo letterlijk nemen, wees blij. Laat het er maar in staan. Ja, maar, wees blij dat christenen niet meer geloven wat er in de Bijbel staat. En laten maar je moet dus eigenlijk ook een beetje hopen dat ze het niet letterlijk nemen. Ja, daar hebben we ook niet zoveel zorgen over. Maar we moeten ook hopen dat dat voor de moslims ook geldt. En het geldt voor de meeste in Nederlandse levende moslims ook allang. Dus ik ben er tegen om die mensen voortdurend terug te duwen in een doos. Om te zeggen, nee, jij gelooft wat er in die Koran staat. Ik denk van, dat geldt voor christenen ook niet. En laten we daar toch maar blij om zijn. Ja.